2012. Het is een jaar waarin het niet goed gaat met de economie. Niet alleen in Kampen, dat gaat in heel Nederland ook niet al te best. Bezuinigingen vanuit Politiek Den Haag komen in de richting van Kampen uit. Geeft dat problemen? Nou, met die bezuinigingen weten we eigenlijk als gemeentebestuurbaar raad. De gemeenteraad heeft al voor 6 miljoen aan ombuigingen doorgevoerd. Dat is al één. Waar wij naar de toekomst toe mee te maken krijgen, dat zijn gigantische operaties, nieuwe opgaven die bij de gemeente terecht gaan komen. De wet werken naar vermogen bijvoorbeeld. De sociale werkvoorziening. Wij krijgen de AWBZ. Maar dat zijn toch allemaal projecten waarbij al die mensen die hier in het gemeentehuis werken toch gewoon al allerlei prachtige schaalmodellen voor zich hebben liggen van hoe gaan we daarmee om, wat gaan we daarmee doen en hoe keren we het uit? Nou, zo ligt het dus op dit moment niet. Want al die taken die moeten met miljoenen euro's minder worden uitgevoerd. Ook de jeugdzorg. Wethouder Boerman is verantwoordelijk bij de provincie om dat te decentraliseren. Ook de jeugdzorg. Het moet allemaal met miljoenen euro's minder. Dus de schaal, de modellen die zijn er niet. Dat zullen we samen met elkaar moeten gaan uitvinden. En dat betekent dus, de gemeente kan het nooit alleen. Instellingen kunnen dat nooit alleen. Wij zullen dat vooral samen met onze eigen inwoners, met onze eigen bedrijven, zullen we deze materie moeten gaan oplossen. Kan Kampen dat? Dat kan alleen als Kampen alleen, als gemeentebestuur kan dat niet. Wij zijn erin in ernstige mate afhankelijk van de medewerking van burgers. Hoe willen die voor elkaar zorgen? Daarom is het ook erg belangrijk dat zeg maar in de wijken, in de kernen, de burgers weer met elkaar in gesprek raken. Maar noemt u mij eens een concreet voorbeeld. Hoe gaan we dat dan doen? Bijvoorbeeld over de vraag van, kijk, we hebben allemaal mensen in de wijk die ouder worden. En wat ook blijkt uit onderzoek, ook in onze kernen, dat is dat we prima kunnen kletsen over van alles en nog wat. En dat we ook best wel veel van elkaar weten. Maar als het gaat om de serieuze thema's, dan vermijden we die. En nu moet het er feitelijk om gaan van, jongens, we hebben mensen die ouder worden in onze straat. Hoe kunnen we met hen in gesprek komen, bijvoorbeeld om te vragen, wat kunnen wij voor hen betekenen, als het gaat om het onderhoud van de tuin. En gek hè, dat kan ik bij de kernen dus wel goed, wat in dat grote Kampen niet altijd lukt. Eens een keer boodschappen doen. Ja. Dus op wie kan ik eens een keer een beroep doen als ik naar de dokter moet? Dit soort simpele dingen, daarover weer met elkaar in gesprek, zeg maar. Hoe gaan wij dat hier organiseren? Dus niet, wat kan een ander voor mij betekenen, maar wat kan ik voor mijn buren betekenen? En u zegt, voor Kampen geldt dat niet, dat ben ik niet met u eens. Want wat dat betreft ben ik wel zeer hoopvol gestemd. Wij hebben een gemeente met meer dan 10.000 vrijwilligers. En dat betekent dus van, we hebben ook geweldig veel energie. En het is dus hier de vraag van, hoe spreken we elkaar daarop aan om ervoor te zorgen dat we elkaar in staat stellen, dat u bijvoorbeeld weet wat de behoeften zijn. U geeft zelf aan wat u zou willen. Hoe matchen we dat op een goede manier? Daar ben ik dus niet pessimistisch over. Ik zeg wel, voor al die opgaven, 2012 wordt het jaar van de kanteling. 2012 wordt het jaar waarin wij, ook zoals we hier bijeen zijn, dringend met elkaar in gesprek moeten over de vraag, hoe geven wij het samenleven in Kampen, in Wilsum, in Zalk, in Serebroek in de toekomst vorm? Serebroek, dan noemt u erin. Jacqueline, waar ben je? Ik ben hier. Jacqueline, kom er eens aan.